Ik ben Margriet van der Linden, in het dagelijks leven schrijver en opiniemaker. En sinds kort bestuursvoorzitter van Pride Photo Award. De eerste keer dat ik hoorde van Pride Photo Award was eigenlijk gewoon uit de krant en dat het in de stad was. Als je bedenkt dat de Pride Photo Award een internationale prijs is, de enige in zijn soort, dan is dat heel erg zonde om dat alleen maar achter de dijk in Nederland te houden. Dan hoort dat. De wereld over te gaan. En zeker met het onderwerp waar het voor staat: seksuele diversiteit en genderidentiteit. Ja, daar zijn we in Nederland best wel ver mee, maar in tal van landen in de wereld, misschien nog wel de meeste, helemaal niet. Dus laat de beelden maar zien. Een beeld zegt uh, vaak veel meer dan duizend woorden. Ik herinner me van onze laatste editie dat er een uh, reportage was uh, over uh, gays in Oeganda. Heel mooie profielen, silhouetten. En ik vond dat ontzettend indrukwekkend ook heel goed dat het er hing. Omdat Oeganda natuurlijk enorm in het nieuws is vanwege die walgelijke wetgeving. Maar als je dan eens bedenkt dat die reportage bijvoorbeeld in de Nederlandse ambassade in Oeganda komt te hangen, waar mensen, Oegandese, die contact hebben met de Nederlandse diplomaten daar, naar kunnen kijken. Volgens mij, en dan komen we weer tot het verhaal wat terug te brengen is naar één beeld, zegt dat meer dan duizend woorden.